Ik vind het altijd wel lekker. Het is toch even mijn energie kwijt van de dag in het water. En ja, het voelt goed dan om aan het einde van de dag lekker het water in te springen bij een training. En hoe vaak doe je dit? Ja, 3 keer dus bij de club. 2 keer in Zeist bij Jong Oranje. En in het weekend dan een wedstrijd. Dus je ligt eigenlijk iedere dag in het water? Ja, ja eigenlijk wel. En wanneer is het begonnen? Ja, vanaf jongs af aan was ik al elke dag, of elke dag in het weekend in ieder geval hier in het zwembad te vinden. Want dan waren mijn ouders hier ook. Dus ging ik altijd mee. Met de paplepel heeft Anne de Kleer het waterpolo ingegoten gekregen. En hier in het Van Manenbad in Rotterdam-Noord sprong ze voor het eerst het water in. Als een heel klein meisje. Ja, ja toen was ik nog wel klein. Nee, ja, dat was denk ik inderdaad een van die puppytoernooitjes. En dan ja, was het gewoon leuk met de bal spelen en dan proberen te scoren. Maar dat zag er natuurlijk nooit uit. En ze is als een vis in het water. Ze zeggen altijd bijna van die vliezen tussen Jan. Naast talent vergt topsport discipline, veel tijd en een sterk doorzettingsvermogen. Ik wil altijd het beste uit mezelf halen. Ik heb ook niet dat ik een training rustig aan kan doen. Ik heb altijd gewoon, dan heb ik het idee van dan heb ik het niet goed gedaan. En dan wil ik gewoon, als je weet dat er iets uit te halen valt, dan moet je dat ook gewoon uit jezelf halen. En ik denk dat dat voor iedereen wel altijd een goed idee is om gewoon, als je weet dat je het kan of als je denkt dat je het kan, probeer het eruit te halen. En dan wie weet komt er uit wat goeds uit. Ze is nu 18 jaar en traint al een tijdje mee met Jong Oranje. Maar ze is nog niet geselecteerd voor wedstrijden. En dat is het doel in 2020. Ze vertrekt daarvoor naar Californië om daar te studeren en nog harder te trainen. In Amerika natuurlijk heel erg ontwikkelen en ervaring opdoen en dan hopelijk daar ook heel erg groeien. Waardoor ik dan deze zomer deel mag nemen aan het Europees Jongerenkampioenschap. En wie weet wat dat debuut gaat teweegbrengen. Mijn grote droom. Ik denk dan toch wel ooit de Olympische Spelen halen. Maar ik stel al hele kleine doelen voor mezelf per jaar. En dan is het vooral nu dit jaar echt het EK halen. Dat jaar erop hebben we dan een wereldkampioenschap voor de jeugd. Om dat dan weer te halen. En zo steeds stapje bij stapje kijken of ik verder kan. En inderdaad misschien de Olympische Spelen kan halen.